jezelf voorstellen? Of, Kijk, zie, het komt een keer terug. Let op. Nee, doe ik het weer, hè? Komt-ie. Ja, de reden dat ik voor Stichting Aap heb gekozen is omdat ik, nou, ik hou heel erg veel van dieren. Ik ben zelf een soort van dierenvriend en ik vind apen hele leuke dieren. Ja, omdat ze ook heel erg natuurlijk op de mens lijken. En ik vind het hartstikke mooi wat hier allemaal gedaan wordt voor ze. En hij zit er mee eens, volgens mij. Die daar liggen, hè? Ja. Oh, is dat trouwens? Ja. Oh ja. Zo. Ah, dit lukt mij echt niet. Oh, dat. Oh ja, zo. Ja, natuurlijk. Oh, wacht. Ja. Je moet iets uitkomen, denk ik. Ja. Ik voel me heel dof. Ik weet nu. Oh, wacht. Is er een klepje hier of zo? Huh? Oh. Oh, kijk. Huh? Huh? Geen idee. Ik heb hier een paar pinda's. Oh, die moet je erin stoppen. Zo. Dit hangen we op. Sims die gaan dit bewegen. Ja. Oh, dan valt. Ja, natuurlijk is het precies de techniek dat de pinda's eruit vallen. Kijk, maar dat klepje valt er dicht. Oh, dat is een scharniertje. Dus, nou ja, ik wil hem op vast houden. Moet ik maar erin drukken? Ja, maar of het jou lukt. Of ik kan het gewoon niet. Goed, het klepje zit in een scharnier, hè? Ik kan er niet in. Ja. Oh, ik kan hem ook niet in. Ja. Dit is lastig. Nee, ik heb geen idee. Ja hoor. Ja, ik heb het afgekeken van de champs, hè? Ja. Nou, het is niet. Maar met een biertje erbij is lekker. Ja. Nou, dit mee en onze Magic Cubes. Dus je kon niet zo goed klussen. Nee. Maar hou je wel van poep. Nou, het belangrijkste deel van Maria de diploma komt nu, dat is namelijk vrienden maken. En nou hebben wij natuurlijk Maria alles al geleerd wat we haar konden leren, maar nu is het de beurt aan Sony om haar dingen te gaan leren en dat moet zij nu gaan doen. Dus we zijn heel benieuwd hoe het gaat lukken. Spannend dag, we hebben er zin in. Ja? Goed zo. Ja.
alle perscameraploegen zijn van CCA en we krijgen hulp om alle spullen te vervoeren. We zijn in afwachting van de introductie. Alle voorbereidingen zijn gedaan. Een heleboel camera's. Dus wat mij betreft mag het nog geen. Ik moet zeggen dat het echt wel een beetje spannend aan te worden. Ik voel me wel een beetje klopt. Nou, dame. Let's go. Ja. Goed. Luik staat. Dus, het luik staat op een kier. En Maria heeft een beetje een angstgrijns. Kijk, Sony. Ah, kijk, is wat mooi. Perfect. Ja. Zijn hand komt erdoor. Zij stopt zelf de hand erdoorheen. Maria heeft nu zijn vingers vast. Dat heeft Sony ook geaccepteerd. En dit is supergoed, super positief eerst chimpansee contact. En Maria houdt dat spelgezicht, hè? Ja. Ze heeft de hele tijd de bovenlip heeft ze bedekt en eronder tanden laten zien. Dat is bij chimpansees een spelgezicht. Sony begint nu. Ja, hij begint haar hand te vlooien. Ja. Sony heeft zijn haren mooi plat op zijn lichaam zitten. Dat betekent ook dat er geen agressie is. Ik denk dat we gewoon open moeten. Goed mensen. Fingers crossed. En nu gaat het gebeuren. Ja. Nou, dit is prachtig. Dit is echt fantastisch. Oh jongens, kijk. Dit is prachtig. Wij zijn sprakeloos. Ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ik denk dat de beelden genoeg zeggen. Weet je, dit zijn wel de momenten waarop ik altijd denk, wat heb je er 13 jaar aan gedaan, hè? Ik ben net terug op het CC. Max, I'm entering white, is that okay? Hey, Margreet, welcome back. Hallo lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Nou, moet je eens kijken. Zullen we ons even omdraaien? Ja. Godelief heeft een paar traantjes gelaten hoor. En jij dan? Ja, ik ook. Ja? Ja, één. Ah, één. Dan geef je toch wat één. Één. Dit is dus het eindresultaat van onze 11 Maria vlogs. Maria wilde heel graag met Sony spelen. Terwijl Sony weet van nou, oké, we moeten eerst vertrouwen in elkaar hebben en dan kunnen we gaan spelen. Heb je al een idee over wat je voor de nacht wil doen? We gaan eerst eens even kijken wat de rest van de middag gebeurt. We hebben gevoerd. Oh, hoe ging dat voeren? Dat ging ook prima. Ja? Ja. Ja, en weet je, ik zal jou ook nog eens wat vertellen. We zijn al ontslagen van het Dream Team. Ja? Ja, heeft David officieel bekendgemaakt. Dit is het eerste ontslag wat ik gekregen heb, maar het is wel het mooiste ook meteen. We kunnen het stokje aan Sony overdragen. Het vlogstokje. Oh, kijk. Hi. Hallo Margreet. Hoe is het? Goed. Wij hebben wel gezien dat het goed gegaan is, maar hoe heb je het beleefd? Ja, we staan te huilen. Als echt? Baby's. Max ook? Ja, Max was nog erger dan ik. Ja? Die was echt, die kwam niet meer uit zijn bol. Nou, het laatste nieuwtje is wel dat David heeft ons officieel ontslagen. We zijn geen dreamteamers meer. Nou, yes. Ik vind het een top ontslag. Hey, Gijs. Proost, hè. Want, je hebt wel gehoord dat het goed is gegaan. Ja, ik hoorde het inderdaad, dat het grote liefde is. Maar dan moeten we Sony eigenlijk de selfie stick geven. Ja, en dan zou ik je nog iets vertellen. Hij heeft al een GoPro opgegeten. Hij is helemaal stuk. Ik zou zeggen, wij zwaaien lekker af en we zien jullie straks nog een keertje bij Edmar. Proost. Proost. We hebben het gezien mensen, ze is echt met vlag en wimpel geslaagd, dus hier gaat een dikke V.
Vivian, I double checked S1 out. Can you give Sony and Maria access to outside? Nou, kijk eens. Ze raken elkaar eventjes aan voordat ze naar buiten gaan. Nou, heel mooi om te zien dat ze naast elkaar kunnen eten. Dat is ook altijd maar eventjes afwachten na een introductie. Je ziet wel met Maria bijvoorbeeld nu naar boven gaat. Ja, die gaat toch even weer haar eigen dingetje doen. En Sony die weet van, oké, er is eten. Ik moet nu gelijk gaan eten, want anders eet iemand anders het op. Dus dat is nog wel iets wat Maria moet leren. Van oké, als ze gevoerd wordt, dan moet ik er ook wel voor gaan. Want het is niet zo dat het er over een half uurtje nog wel ligt. Je ziet nu dat het puzzelbord leeg is. Dus Sony heeft zijn buik weer vol. Nou, Maria heeft maar een paar stukjes gepakt. Dus ik heb nog wat voer bewaard. Hey, kom maar. Krijg je nog een beetje te eten? Zo. Hij is natuurlijk een hele sterke, stoere gozer. Maar hij wacht gewoon netjes op zijn beurt. Of op wat anders lekkers. We hopen natuurlijk ook dat ze een keertje op de donder krijgt. Want als het altijd zo blijft gaan zoals het nu gaat, ja, dan leert ze niet dat er ook rangen en standen zijn. En dat je soms moet wachten op je eten. Of dat je als tweede naar buiten gaat. Dus we hopen dat Sony dat nog wel gaat doen. Want het is nog wel steeds een klein prinsesje. Ja, hij vindt alles best. Onze topper. Alle credits voor jou, Sony. Zij moeten eerst aan elkaar wennen. En als we een chimp hebben die in dit groepje bijpast, ja, dan zullen we wel gaan kijken of zij een groepsgenoot erbij kunnen krijgen. Want ze moet eigenlijk ook gaan leren om te leven in een groep. Dus voorlopig blijft het dit tweetal. En aan de hand van hoe het gaat, zullen we dan het groepje wat uitbreiden.